Wat heb ik in het jaar bereikt? Niks, nul, nada, noppes, helemaal niets. Ik ben keihard aan het trainen geweest, helemaal voor Jan Lul. En dat kwam alleen maar doordat ik... Welkom Sterkerbroeder bij weer een nieuwe video. En vandaag hebben wij de vraag van Meta Eikens. En dat is het enige wat hij of zij vroeg, de squat tegen de leg press. Voordat ik deze video begin, wil ik vertellen dat ik het over zo'n type leg press heb. Oftewel, zo'n schuine. Zo'n 45 graden leg press en een squat. Eigenlijk alle varianten. Squat kun je een beetje variëren. Het maakt niet uit welke ik daar als voorbeeld neem. En een tweede ding wat ik wil vertellen is dat ik het in deze video niet over het standaard. Je moet met losse gewichten trainen of je moet met een halter trainen. Dat is beter dan machines, want dan stabiliseer je meer. Dat weten we nu inmiddels wel en dat klopt ook zeker. Waar ik het vandaag over wil gaan hebben is uiteraard de leg press tegen de squat. Wat zijn mijn 2-3 bevindingen hiermee en wat vind ik hier een gigantisch groot verschil? Als wij deze rode lijnen zien bij alle twee de oefeningen. Als we beginnen bij de squat, zien we dat deze rode lijn van boven tot beneden loopt. Er ligt 200 kilo in je nek, op je schouderbladen en dat loopt helemaal door naar beneden. Het gehele lichaam, de hele kinetic chain wordt geactiveerd en daar komt hij. We moeten stabiliseren, spanning op de schouderbladen houden, op de core. De kracht wordt verdeeld door de heupen, knieën, voeten en zo gaat het van boven naar beneden. Als wij kijken naar een leg press machine, het enige wat hier gebeurt is dat de kracht door de voeten heen gaat, door naar beneden, richting je heup en daar in het bankje verdwijnt. Als je dan deze twee oefeningen met elkaar vergelijkt, kun je zien dat dit een full body oefening is en dit eigenlijk maar een half body oefening is. Ja, natuurlijk moet je je buikspieren aanspannen, je trekt je armen er wel bij, maar bij lange na is daar niet zoveel activatie als bij een normale squat. Nog een ander aandachtspunt vind ik dat als jij 200 kilo gebruikt tijdens het squatten, dan kan ik jou garanderen dat jij bij lange na geen 200 kilo squat met leg press machine. Jouw voeten duwen zeker 300 kilo weg, misschien zelfs wel meer. Waarom zou ik, als in mijn ogen deze oefening minder effectief is, wel meer gewicht willen gebruiken? Als ik hier 300 kilo wegduw, terwijl ik bij deze oefening, bij de squat, maar 200 kilo kan gebruiken, dan kan mijn lichaam dus geen 300 kilo wegduwen. Mijn lichaam kan alleen 300 kilo wegduwen met behulp van een apparaat. Dus niet omdat ik zo sterk ben, dat is omdat dit apparaat mij helpt als ik vergelijk met een normale squat. Wat is daar het nadeel aan? Het nadeel is dat wanneer ik hier extreem veel gewicht ga wegduwen, waar mijn lichaam eigenlijk nog niet klaar van is, dat dit een gigantisch grote belasting op het centrale zenuwstelsel is. Voor de mensen die mijn andere video niet hebben gezien, maar de video met mijn verhaal. Toen ik mijn huis aan het verbouwen was, dat heeft een jaar geduurd. Ik trainde 3 keer in de week, ik at voldoende en ik was gewoon lekker bezig. Alleen een huis verbouwen kost nogal wat energie als je daarnaast ook nog een fulltime baan hebt. En je hebt alleen je weekenden eigenlijk om te verbouwen en noem maar op. Hoe dan ook, het kostte mij heel veel energie. En wat krijg ik als ik weinig energie heb en toch volop begin te trainen en volop door blijf trainen? Dan schiet mijn stressniveau omhoog. Zeker als je een cv-ketel nieuw hebt waar water overheen stroopt. Mijn dak is lek, heel mijn huis loopt vol met water. Zulke soort dingen brengt stress met zich mee. Oftewel, mijn centrale zenuwstelsel raakt overbelast. Is een andere vorm van stress, maar dat is wat voor een andere video. Hoe dan ook, je krijgt stress. Wat heb ik in het jaar bereikt? Niks, nul, nada, noppes, helemaal niets. Ik ben keihard aan het trainen geweest, helemaal voor Jan Lul. En dat kwam alleen maar doordat ik stress had. Ik at genoeg, ik werd wel zwaarder, ik trainde hard genoeg, maar de gewichten gingen niet omhoog. Het werden niet meer herhalingen, ik werd er niet gespierder van. Maar ik werd wel zwaarder en dat was vanzelfsprekend geen spiermassa. Dus het risico als je altijd een leg press machine gebruikt, altijd stress brengt tot je lichaam, kan het op een gegeven moment
te veel worden. En dat is een van de redenen waarom ik een squat fijner vind dan een legpressmachine. Ik zeg niet dat deze legpressmachine helemaal niet gebruikt mag worden, maar daar kom ik zo nog op terug. Het tweede ding met een legpressmachine vergeleken met een squat is de hoek van het lichaam. Als wij kijken naar een powerlifting squat, een Amerikaanse powerlifting squat, leunen iets meer voorover, squatten naar beneden. En zelfs die mensen komen niet met hun borst op hun knieën. Terwijl als ik een legpressmachine uitvoer, kan ik zeker wel met mijn borst op mijn knieën komen, net een stukje daarvoor. Dus wat wil dat zeggen? Als dit mijn benen zijn van mijn bovenlichaam en dit is mijn rug, kom ik helemaal naar voren in een legpressmachine en kom ik op een gegeven moment met mijn borst op mijn knieën, op mijn bovenbenen, in een iets wat andere hoek. Maar als het torso naar voren gebogen moet worden, dan moet dus een spiergroep die daaraan meewerkt, dat is de hamstring, die moet ruimte geven, zodat mijn torso naar voren kan buigen en mijn quadriceps die worden korter en die buigt naar voren. Dus ik kan met deze oefening iets meer hamstrings gebruiken dan met een squat. Zeker als jij rechtop squat of iets van een front squat uitvoert, hoef je natuurlijk veel minder je torso naar voren te buigen. Is er veel minder activatie in de hamstrings als je dit vergelijkt met een legpressmachine. Dat zijn eigenlijk mijn drie belangrijkste punten. Dat is dus de krachtverdeling, het centrale zenuwstelsel en als laatste de hoek van het lichaam. Dan hoor je mij, zoals ik net zei, niet zeggen dat deze oefening helemaal compleet overdreven is en dat je deze oefening niet nodig hebt. Dit kan best een goede oefening zijn als je bijvoorbeeld bodybuilder bent en je wilt specifiek een bepaalde spiergroep aanspreken. Je wilt de benen wat meer aanspreken. Squatten kan belastend zijn, zeker als je aan het einde van een training bent en je wilt er nog wat reps uitknallen. Je voet ze lekker langzaam uit, noem maar op. Een typisch bodybuilder training kan hier wel van gebruik van maken. Een tweede doelgroep is natuurlijk ouderen. Als jij een jaar of 65 bent, waarom zou je nog helemaal een squat aan gaan leren? Uiteraard kan dit wel, maar de gemiddelde 65-plusser gaat dit niet doen. En als laatste vind ik, heb je natuurlijk ook beginners. Iemand die niet zoveel ervaring heeft met fitness, die kan best wel beginnen met een legpressmachine. Want als jij een squat verkeerd uitvoert, dan komen er nogal wat complicaties bij, kunnen daar uitkomen. En dat is gewoon niet fijn als je pijn in je knieën, heup, rug, iets dergelijks krijgt. Dan kan je best makkelijk beginnen met een legpressmachine. En later, als je wat meer ervaring hebt, wat steviger bent, of misschien een trainer hebt ingehuurd, dan kun je makkelijk natuurlijk een squat aanleren. En dan zeg ik wel van oké, gebruik de squat tegenover een legpressmachine. Raymond Schultz, Total Strength, Ignite Your Fire and Grow Stronger.